Wouter zit achter het stuur. André zit in het babyzitje. En Jan-Peter, die alles best vindt, zit vooraan, omdat hij, zolang die maar voorin mag zitten, tevreden is. Voorzitter, ze hebben onderweg, voordat die auto stil kwam te staan in dat bos, nog geprobeerd wat ballast overboord te zetten. Mevrouw Vogelaar werd als eerste aan een boom gebonden. De heer Abu Taleb stapte met al zijn paspoorten uit bij de halte Rotterdam. De heer Van Geel, die had het liefst de afslag Brabant gepakt om commissaris van de koningin te worden. En Jan-Peter roept steeds, ik wil naar Brussel. De Al Gore, papegaai van dit gezelschap, mevrouw Kramer, tettert vanaf de achterbank, niet zo hard rijden, dat is slecht voor de ijsberen. En de enige routevoorzitter die de Partij van de Arbeid voorstelt om te rijden, is nog wat extra rondjes om de grachtengordel. Minister-president, stop er toch mee.